We kwamen dus aan. Daar werd ons gezegd dat we hier langs moesten. Dan zijn we hier langs gelopen. Nou ja, als je hier kijkt, moet je kijken wat een uitzicht. Het is eigenlijk in een dal. Camera en alles erbij. En toen werd gezegd dat dit onze garage is. Toen dacht ik ook over, what the fuck? Zoals je kunt zien, is het gewoon volledig automatisch. Dan kom je binnen. En dan denk je van, schuin, niet goed. Loop je nog een beetje verder. Nou ja, dan heb je hier de garage. Met onze motoren. Dus ja, het is gewoon geweldig hier. Even kijken. En op dit moment dachten wij al van, what the fuck? Want je krijgt gewoon een garage erbij met sleutels, die gewoon automatisch is en fucking groot is. En daarna werd ons het... Daarna werd het ons kamer aangewezen. Nog een keer uitzicht. Gaan we nou naar de hotelkamer. Nummer 39 of 40, ik weet niet welke het is. 40. Ze hebben een hele rare manier van licht aan doen. En je moet de sleutel erin stoppen en dan is het licht aan. Nou ja, we hebben een eigen keuken, magnetron alles erbij. En een minibar met voor Gerben. Nee, de bovenste twee planken dat is er voor ons en de rest is allemaal betaald. Nou, een spiegel. Oké, we hebben er nou een zootje van gemaakt, Gerard. Nou, dit is een slaapkamer in ieder geval. Overal heb je gewoon wifi. Ja, gewoon ideaal. En de grootste verrassing, dat kwam nog eigenlijk hier in de badkamer. We hebben gewoon een stoomdouche. What the fuck? Ik zit in de douche. Dat ook nog. Chill. Zelfs met geur. Eucalyptus voor mij, maar... Ik ga het ook uitproberen. Nou ja, dat is eigenlijk in principe onze kamer. Ja, er komen nog meer filmpjes. Ciao.